Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Je weet, ik heb een beetje uitgelegd hoe het werkt, maar ik ga jou zo meteen 5 vragen stellen en jij mag 5 van mij vragen. Oké. En we beginnen om en om. Dus ik ga gewoon de eerste voor jou pakken. Oké. Oh. En voor de duidelijkheid, ik heb de vragen dus niet van tevoren gezien. Oké. De vragen zijn allemaal door Daan bedacht. Wat vind je van homo's? Wat ik van homo's vind? Directe vraag. Ik wil maar één ding zeggen. Nee, ik heb helemaal niet echt een hele duidelijke mening over homo's. Ik vind het wel irritant wanneer ze aantastelijk worden. Maar dat vind ik ook irritant als ik een hetero man aantastelijk bij een vrouw zie voor mijn neus. Dus ik denk niet dat dat tenminste te maken heeft met de seksuele voorkeur. Nee. Ik heb wel een keer gehad dat ik, dat is echt heel lang geleden, ik kom uit Amersfoort. En heb je dan roze maandag volgens mij. En toen ging ik echt, toen was ik echt nog op die hyena lifestyle, zeg maar. Toen ging ik met een homie van me gewoon erheen. En toen hadden we best wel een chance met een lesbische, met twee best wel mooie dames. Yeah. En die namen ons mee in een homobar, gaybar. Yeah. En toen was ik helemaal een soort van al in die soppie en ik ging gewoon lekker. Dus ik was eigenlijk gewoon vergeten dat ik in een gaybar was. En elk toilet, als je gaat pissen, praat iedereen met elkaar, toch? Dat is niet gay of hetero, zeg maar. Nee. Alleen nu was die vibe wel anders en daar schrok ik van. Dus toen ging ik heel snel het toilet uit en toen wilde ik wat bestellen. En toen kwam er ook iemand gelijk tegen me praten, maar die sloeg ook zijn arm op een bepaalde manier om me heen. Toen ben ik wel echt soort van bijna die kroeg uitgerend. Het was ook heel druk en het was al laat en het was op roze maandag. Dus ik denk ook dat ze ervan uitgingen dat ik ook gewoon open was voor die action, zeg maar. En zelfs toen ik naar buiten deed, dat hield die uitsmijter mij tegen. Maar ik dacht van, oké, deze guy heeft gewoon nu wat te zeggen tegen mij. Maar die was ook gewoon bouwde gay life. Dus die hield mij tegen en die zat ook nog aan. Dus ik ben wel echt naar buiten gerend. Dat was mijn meest... Maar word jij wel eens versierd door mannen? Gewoon sowieso met uitgaan? Of nee, niet echt, man. Nee, ik denk omdat ik nu ook bekend ben dat mensen weten dat ik dat niet ben, zeg maar. Ik had het vroeger wel dat ik, toen ik onbekend was, dat ik wel eens inderdaad werd gecheckt door een guy. Maar ja, ik werd daar niet boos om of zo. Ik dacht gewoon van ja, is gewoon niet, het. Maar wat ik me dus afvraag, wordt er bijvoorbeeld, jij zit natuurlijk heel erg in een soort van urban scene, toch? Yeah. Kan ik dat zeggen zo? Ja, je mag. Hoe wordt daar dan over het algemeen daar dan over gepraat? Merk je dan om je heen dat er wel eens is van dit, dat? Nee, ik merk niet echt dat er een soort van, dat een soort van heftige homo-haterij is of zo. We hebben het er eigenlijk gewoon denk ik niet over. En er wordt wel eens gewoon, flikker, weet je wel. Maar ik weet niet, man, ik heb niet echt een soort van gay discussies in de studio of zo. Er wordt wel heel duidelijk veel over vrouwen gesproken, maar niet echt wat vind jij nou van een gay couple of zo? Nee, precies. Nee, ik vind een homohuwelijk bijvoorbeeld dat bestaat, prima, weet je. Ja. Ik denk gewoon van iedereen die gewoon voor liefde staat moet kunnen doen wat hij wil. Ik denk niet dat het iets is wat mensen oplopen, dat je zeg maar op je 16e beslist dat je dat wordt of zo. Nee. Ik denk dat dat iets is wat mensen verder... Ja, dat is dan zeg maar anders in je als je het biologisch mind bekijkt, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Er zit iets anders in de hersenen. Ja, anyway, ja, iedereen wil liefde, toch? Ja. Dus, mooi. Nu mag ik, hè? Jij mag er nu eentje pakken. Oké. Okay. Wat denk jij van de hip-hop scene in Nederland? Ja, want dat is het eigenlijk, hè, want je noemde het net urban. Maar wat vind jij hoe zou jij het omschrijven dan? Dus ik vind mijzelf niet echt per se heel hip-hop. Maar ik vind urban is wel een soort van, je weet toch, een soort van door de commercie bedacht term om het een soort van in een hoekje te stoppen met kledingstijl, muziek, alles in één. Want hoe zou jij jouw eigen muzieksmaak dan omschrijven? In welk hokje plaats je, of plaats jij jezelf niet echt in een... Ik wil mezelf sowieso niet in hokjes plaatsen, maar ik check wel heel erg op een beetje meer die straat gangsterachtige sound, maar ik maak het dan wel vrolijk of zo. Ja. Want ik denk dat als je mijn muziek echt de beste naam kan geven, is het een soort van bijna feesttent muziek voor alle culturen eigenlijk. Maar ik denk dat dat ook wel misschien dan de kracht is of zo, dat je door iedereen, dat je kan in principe jouw muziek overal draaien, toch? Ja, maar ik gebruik mijn wortels ook daarvoor. Dus ik ben Nederlands opgevoed, ik ben Surinaams opgevoed. Daarbij wonen we in Nederland, alle cultures is hier gewoon wel te vinden.
En ik absorbeer dat eigenlijk als een spons en vind dat vet om te gebruiken in mijn muziek. Ja. Maar wat vind jij van de hip-hop scene? Wat vind ik van de hip-hop scene? Ja, ik vind het eigenlijk wel, mensen die verwachten het misschien niet zo snel bij mij, maar ik vind de hip-hop scene over het algemeen heel tof. Maar ik merk wel dat er een soort van soms, ik weet niet, ik voel daar wel een soort, ik voel me, misschien dat is ook mijn ding of zo, maar ik voel soms wel een soort kloof. Bijvoorbeeld jij komt vandaag bij mij draaien en ik denk dan wel van, oh ja, ik had allemaal mensen die soort van dicht bij mij stonden, die voor mijn gevoel toch een soort van vrouwen. Dus ik merk dan wel, als ik dan, ik had bijvoorbeeld laatst met Bilal gedraaid, yeah, en die ken ik dan, maar ik, voor de rest, ik zou bijvoorbeeld, ik vind het dan, ik voel toch altijd een soort van kloof tussen de mensen die voor mij in de hip-hop scene zitten. Maar dat is, je hebt een vooroordeel eigenlijk. Nee, ik heb geen vooroordeel, maar het is gewoon mijn soort van, de eerste vraag was bijvoorbeeld het feit dat ik dus gay ben. Ja. Dan voel ik dus een soort van, vul ik voor jou in, dat jij bewijzen van dus daar misschien, ja, dus negatief over denk. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is hetzelfde als ik bijvoorbeeld op een hardstyle feest zou moeten optreden. Ja. En dat ik zou denken van, ja, maar daar al gaan mensen, allemaal van die Lonsdale of van die beetje neonazi-achtige types naartoe. Ja. Dus sta ik daar wel 100% achter? Snap of zou je? Ik die muziek, als ik het hoor en het in één keer hard vind, voel ik me daar niet dubbel bij? Nee, precies. Dus dat is een beetje, dat is misschien meer mijn ding in mijn hoofd. Maar, je hebt ook gay hip-hop, hè? Gay hip-hop? Ja, dat gay zijn hip-hop. Echt gay rappers. Nou, zoals Tyler, the Creator, is super gay. Ja, maar dit wordt natuurlijk wel gewoon, het is wel heel, weet je, iedereen luistert daar wel naar. Het is niet per se dat het dus gay hip-hop is, toch? Het is toch niet. Nee, dat je hebt ook echt gay hip-hop. Ik luister daar zelf niet naar, maar ik heb het wel eens bij zien komen op World Star Hip-Hop. Maar wat voor mensen zijn dat dan die dat soort, wat is een artiest die dat maakt? Ik ga dat namelijk dan. Ik weet niet de namen van de artiesten, maar ik heb wel shit voorbij zien komen op World Star Hip-Hop. Daar moest ik dan wel om lachen, terwijl dat misschien stom. Maar kijk, bijvoorbeeld in mijn teksten, ik praat gewoon over van, je kan niet meer rechtlopen na een weekend met mij of whatever, bla bla. Dat werd dan eigenlijk in die omgekeerde van, ja, I'm a tap that. Nick Dick. Ja. Dit wordt geen thumbnail of zo. Nee. Maar het is wel awkward. Ik vind dat wel awkward. Ja, snap ik. Ga ik de volgende pakken. Heb je wel eens te maken gekregen met racisme? Ja, man. Sowieso. Ja. Toen ik toerde nog, merkte ik dat sowieso. Ik heb wel eens één keer, was echt zo crazy, dat ik moest ik van Australië terug naar Nederland. Dat ik echt 5 random checks in één reis. Dat ik wel echt van, ja, bro, kom op. Weet je, dit is wel echt, dit is niet meer random. Gewoon in één fucking reis. En ik vloog ook business. Niet dat dat dan weer uit zou moeten maken, maar ik dacht wel echt van, give me a break. Gewoon, ik heb koude veel betaald voor deze ticket. En overal word ik door die security gecheckt. En gewoon, je weet toch, vroeger op straat. Ik bedoel, in de winter ben ik lichter. Werd ik wel eens voor Marokkaan uitgemaakt of whatever. En dan kut Marokkaan. Ja. Of met Sinterklaas tijd voor Zwarte Piet, weet je. En, maar ben jij nu iemand die zich daar dan nu heel erg over uitspreekt of hard voor maakt? Of nou, doet het je iets? Ik vind wel, tijdens de Sinterklaasperiode heb ik er wel een duidelijke mening over. Ja. En die deel ik wel gewoon. Het is niet dat ik hele heftige discussies aanga, maar nee. Ik vind het gewoon bullshit, weet je. Ik bedoel, ik heb zelf een zoontje. Het is een kinderfeest en ik gun hem dat heel erg, maar ik weet dat he won't give a fuck welke kleur de Piet is, precies. Snap je? Ja. En ik bedoel, zolang het nu dit is, gun ik hem gewoon die shit, hij heeft zijn Pieter-diploma. Ik vond dat gewoon dope. Maar er lag wel een soort van houten Zwarte Piet op de basisschool bij hem. En toen ben ik wel naar die schoolleiding gegaan van, ja, dit is too racist, man. Ik bedoel, die had echt nog zelfs gewoon een soort van dreadlocks, het waren niet eens krullen, het waren echt dreads gewoon. Dat ik wel van, ja, dit is gewoon bullshit. Ja. Dus, maar je maakt het niet meer dagelijks mee of zo? Dat je bijvoorbeeld opmerkingen naar je hoofd krijgt? Of? Nee, niet vaak. Maar ik denk wel dat als je bekend bent en dan krijg je sowieso veel privileges en dan loop je er niet meer zo snel tegen. Voel je dat zo? Ja, het is ook 's nachts, weet je, als ik aangehouden word omdat ik een hele dure auto rijd. Ja. Op het moment dat ze me zien ze dat ik het ben en dan is het ook al. Ik zou denk ik best makkelijk, niet dat ik dat doe, maar ik zou Super Scaffa of Panja gewoon achter de stuur kunnen zitten. Ja, denk je? Ik denk dat het, als ik me enigszins een beetje normaal kan verwoorden, dat het nog wel, dat ik er nog wel mee wegkom, zeg maar. Ben je wel eens vreemd gegaan? Uh,
Vreemd gaan is echt als je in een relatie zit, toch? Vreemd gaan is als je een relatie hebt en dat je in jouw geval andere guy die. Nee, ik heb wel eens. Ik heb wel eens in een. Ik ben niet in mijn relatie vreemd gegaan, maar ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld heel serieus met iemand aan het daten was, dat ik dan wel eens. Maar nooit echt in een relatie? Nee. Nee. Oké. Nee. Ja, ik geloof in monogamie, maar ik kan niet zeggen dat ik nooit ben vreemd gegaan. Dat ik nooit niet ben vreemd gegaan. Nee. Ik vind het niet moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld ook getoerd en shit. En als ik echt serieus ben, en je weet toch, you're in a good place met je relationship, ja. Is het niet moeilijk. Maar ja, ik heb ook relaties gehad dat ik het niet eens als iets heel slechts vond, zeg maar. Dan dacht ik altijd bij mezelf van, ja, dit is lust en van jou hou ik gewoon. Ja. Dus dat zag ik niet eens als hetzelfde ding. Maar je gelooft dus wel in monogamie? Ik geloof gewoon in monogamie, want ik vind het niet eens moeilijk eigenlijk om trouw te zijn aan mijn vrouw. Maar ik weet dat het, zeg maar, voor mannen, daarom denk ik, dat is dan mijn vooroordeel. Yeah. Ik denk ook vaak dat gay couples misschien sneller bij elkaar vreemd gaan. Omdat bij vrouwen, als een vrouw vreemd gaat, is er echt iets van serieus aan de hand, toch? Ja, dan nee. Gaat ze echt zieken naar attention. Terwijl een man kan gewoon seks hebben. De kroeg uitlopen, ja. En gewoon denkt van, ja, let's fuck that shit. Ja, ja. Dus ja. Oké. Okay. Maar dat is ook een vooroordeel. Maar of is dat zo? Ik denk wel dat als je natuurlijk kijkt, ik denk voor man is het wel makkelijker sowieso als gay man om seks te krijgen. Ik denk nog makkelijker. Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk gewoon apps. Ik kan bij wijze van nu een app op mijn telefoon zitten en die kan ik nu aanzien, kan ik over 10 minuten eerder iemand hebben staan. Ja, ik kan ook in mijn DM. Openen. Ja, tuurlijk. Maar dat is omdat jij de privilege hebt dat je dus dat je. Maar ik denk niet dat het voor elke hetero man zo makkelijk gaat. Nee, en voor homo's is het gewoon. Ja, dat is mijn voordeel, maar dat klopt dus gewoon. Ja, voordat ik nu half homo Nederland over me heen krijg, maar wat mij betreft wel, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik denk het wel. Oké. Deze vraag heb je denk ik vaak gehad, als ik hem zo lees. Hoe kijk je terug op je samenwerking met Famke en hoe is jullie band nu? Ik moet zeggen van, ik ben wel zenner dan ik een lange tijd ben geweest. Dus nu heb ik niet echt meer wrok. Ik heb er wel lang mee gelopen. Ik vond het echt wel, heel moeilijk om haar te zien gaan naar Ali B. En om haar carrière ook los te laten. Het was voor mij echt een. Kijk, ze had natuurlijk. Er was natuurlijk totaal geen plan vanuit haar kant wat betreft wat zij wilde gaan doen. Zij wist niet wat voor muziek zij wilde gaan maken of hoe zij eruit wilde zien. Maar mis je dan haar. Op een soort van persoonlijk vlak, als ja, een Famke, of als in het want jij hebt echt een soort businessplan om haar heen te creëren. Ja, als ik denk Famke Louise, dat mis ik gewoon omdat ik dat als businessplan echt fucking grappig vond en leuk om te doen. Yeah. En ik vond het ook gewoon, om het even gewoon in vaktermen te noemen, ik vond het echt een mooi product. Het was echt goed gelukt. En ik vond het ook leuk, weet je. Ik vond haar lief, ik vond haar dapper. Dat was op dat moment wel echt een toegevoegde waarde in mijn leven, zeg maar. Kijk, zij vond het gewoon leuk om te shockeren. Dat deed ze natuurlijk al met die pranks, met de AWR-squad. Ja, ja. Dus ik had toen zoiets van, oké, dat moet je eigenlijk blijven doen, dat werkt voor jou. De aantallen waren goed, het was alleen gewoon super fucked up. En een soort van de hele wereld haatte haar daardoor. Dus ik dacht van, we moeten het omtoveren naar iets wat ook heel ratchet is en shockerend, maar dat je eigenlijk erdoor van er gaat houden. Ja. Dat was heel goed gelukt. En dan tussendoor sausten we wel eens wat, weet je wel. Ik bedoel, ja, bij Humberto Tan ging ze toen zitten bij RTL Late Night. Echt, volgens mij in het weekend dat On My Money uitkwam. En ik had daar gewoon een Pata Suriname shirt aangedaan. En ze wist niet eens wat Sunny betekende toen toch. Nee. Dus er waren zoveel soort van plot twisten voor de mens die haar of al kende. Of gewoon dacht van, ja, wat zit dus een super verlegen klein meisje. En dat vond ik gewoon heel leuk. Dat dus was op echt zich wel. Kijk je er wel positief op terug? Ja, nu kijk ik er positief op terug, maar het is ook wel echt nog niet lang. Nee. Hoe lang zijn jullie nu uit elkaar, om het zo maar te zeggen? Ja, nu wel 1,5 jaar of zo. En ik had het echt lang de moeite mee. Maar ik ben nu veel, ook door de coronatijd zit ik een beetje op die Deepak Chopra shit. Ben ik een beetje aan het mediteren en zo. En dan ben ik heel erg bezig met iedereen gelijk te zien en iedereen is op zijn manier met het goede bezig, ja. Vanuit zijn
optiek en de middelen die hij heeft eigenlijk. Dus ja, dat was voor haar de move die ze moest maken. En nu heb ik er vrede mee. Maar wat was dan hetgeen waarom het je dus zo knelde? Is het dan ego? Is het een financieel ding geweest? Nee, financieel boeide me geen moer. Okay. Ik bedoel, kom op, weet je. Ik zeg heel eerlijk. Ja, ik weet het niet, hè. Maar... Een ton meer of minder boeit me echt niks. Okay. Dus, en het, zoveel geld hebben we niet met haar verdiend. Het was echt nog in de start. En eigenlijk op het moment dat de laatste haatcomment een soort van verdwenen was, ging ze weg. Ja. Dus geld was het niet. Het was ego. En ik geloof sowieso dat ego een slecht ding is. Dus het feit dat ik er slecht op ging, was niet iets positiefs. Niet voor haar, niet voor mij, voor niemand. Nee. Ik vond het jammer, want ik dacht wel van... Ik vind wel oprecht, zeg maar, de laatste dingen die ze gedropt heeft, gewoon niet zo boeiend. Het is minder mijn smaak als wat toen we maakten, toen ze met mij werkte, zeg maar. Dat vond ik gewoon wel echt toffer, weet je wel. Ja. Muzikaal gezien en ook als product qua clip en zo. Het zag er gewoon, naar mijn mening, hè. Ik bedoel, ik vind gewoon vet wat zij doet, omdat ze het zelf doet. En waarschijnlijk vindt zij wat zij nu doet harder. Ja. Maar ik vond het gewoon mooier en dat vind ik dan jammer, weet je wel. Ja. Het is net als dat je je oude auto verkoopt, waar je wel echt fucking veel van houdt. En iemand zet er gewoon gekke velgen op die je gewoon niet mooi vindt. Nee. Ja, die guy is gewoon blij met die velgen, maar ik vind die velgen lelijk, weet je wel. En hoe zijn jullie nu? Ja, nu wel cool. Ze had laatst ook een nieuwe nummer van Bilal en mij in de story gezet. Vond ik wel een dingetje. Dacht ik van, oh, nou. Of ze wilt gewoon een pokoe met Bilal. Ja. Maar ik vond het wel lief. Ja, dus, maar jullie hebben geen... Het is niet dat jullie elkaar weer heel intensief spreken of zo. Nee, ik denk dat dat niet zo snel gaat gebeuren. Maar dat is gewoon meer ook, denk ik, de golflengte waarop we... Ik denk dat wij niet echt per se op dezelfde golflengte zitten. We hadden natuurlijk een soort van gedeelde passie. En dat was Femke Louise. En ik denk dat wij verder niet per se heel veel raakvlakken hadden. Dus dat is denk ik meer de reden van. En een situatie. Wat als Famke jou morgen belt en zegt, ik heb zoiets doms gedaan. Ik wil terug. Ik wil het weer oppakken. Wat zou je zeggen? Ja, dan zeg ik van, ik vind het lief van je dat je me belt. Maar dan zou ik er wel zeggen van, ga lekker naar Nathan of zo. Of ga even met iemand praten, weet je. Ja. Want ik kan er niet helpen. Je gaat het niet weer opengooien. Nee. Want dat is ook... Ja, ik heb wel moeite met het feit van, zeg maar zakelijk zijn er wel wat dingen gebeurd die niet nodig waren, want ik heb haar gewoon laten gaan, weet je wel. Ja. Dus daarin zitten misschien vertrouwensissues. Ik weet gewoon niet zo goed in hoeverre ik haar zou kunnen vertrouwen, waardoor ik dat moeilijk zou vinden. Maar ik zou het lief van haar vinden als ze dan als eerste naar mij toe komt. Maar ik zou zeggen van, ik denk dat je ergens anders gelukkiger wordt. Ik ben gewoon veel te streng, want die versnelling die we toen hadden, dat is voor mij the only way. Ja. Je rapt over seks, bitches, geld uitgeven, maar hebt een vrouw en kind. Hoe zit dat? Nou, ik geef nog steeds heel veel geld uit, want een kind en een vrouw kost ook gewoon fucking veel geld. Bitches, ja, dat is nu wel één bitch. Of nou, eigenlijk, bitch is natuurlijk het vrouwelijke woord voor de hond in het Engels. Nee, ik vind mijn vrouw geen bitch. Maar ik bedoel, ik ben wel gefascineerd. Ik zeg je eerlijk, ik heb wel gewoon, ik word wel getriggerd. Ja? Ja, tuurlijk. Instagram, al die shit. Ik vind het gewoon, het houdt me wel bezig. En dat gebruik ik wel in mijn muziek. Van kleins af aan al droomde ik er wel van om gewoon, als ik dan Tupac zag of rappers, weet je, Busta Rhymes en P. Diddy en zo. Ja, die hadden dat. Ja. Dat is wel gewoon altijd een soort van obsessie voor mij geweest. En dat was ook wel een soort van het boegbeeld van succes. Dat ik dacht van, als ik dat heb, een groot huis, een mooie vrouw, een dikke waggie, dat is succes. Dus eigenlijk is het maar de realiteit, dus de realiteit van je leven nu en de dingen waar je over hebt, zijn dus toch totaal verschillend? Zijn wel best wel verschillend, ja. Het is niet allemaal totaal niet autobiografisch. Nee. Daarnaast heb ik gewoon fantasie en ben ik gewoon in die zin een kunstenaar, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik laat ook die kant zien. Dus ik ben niet, zeg maar, een soort van... Het is niet dat ik een hotelkamer huur en allemaal modellen huur en dat ik dan zeg van, dit is nu... Ik ben niet een soort van Dan Bilzerian die dan zegt van, dit is nu hoe ik mijn tijd spendeer, snap je? Nee. Dus mijn muziek is echt. Het komt gewoon uit de inspiratie from within. Mm-hmm. Alleen, ja, weet je toch, ik heb ook gewoon, ik word ook super blij van mijn vrouw en mijn kind. En dat laat ik ook gewoon zien. Dus het is ook een beetje dat mensen zich niet doodstaren op die hele cultuur nu, toch? Ik merk wel dat ik me ook mijn steentje eraan bijdraag met de muziek die ik heb. Dat ik een bepaald stereobeeld neerzet van, hey,
meids moeten gewoon met z'n allen om rijke guys met veel chains hangen in weinig kleren. Dus ik probeer juist ook die andere kant te laten zien, omdat diezelfde guy die dat in zijn fantasy life doet, is ook happy gewoon met een soort van best wel huisje, boompje, beestje type situatie. Maar is het dan de situatie waar je nu in zit, is dat uiteindelijk wel jouw ideale situatie? Ja, voor mij wel, man. Ik bedoel, ik heb wat ik rap wel geleefd en daar ben ik gelukkig in geweest, maar ook doodongelukkig. Ja. Dus de vorm wat mensen nu te zien krijgen is wel mijn meest gelukkige vorm. En daarnaast vind ik mijn vrouw echt crazy mooi. Ik vind haar echt hele mooie vriendin. Fucking mooi. Ja. Dus buiten het feit dat ze echt een super lieve mama is. Hele sterke vrouw en eerlijk is en lief is voor mij, vind ik haar tering lekker. Ja. En haal ik ook uit haar lichaams al genoeg inspiratie als ik nog een bakka's heb of zo. Maar het ligt er niet heel ver vanaf en ook juist weer heel erg. Eerlijk. Ik denk dat jij aan de beurt bent. Zou je een eigen reality serie willen hebben? Waarom wel of niet? Nou, ik heb een documentaire op Videoland. Ik vond dat niet chill. Nee. Daarbij kwam wel, ik was echt goed burn-out-ish. In het docu? Ja, tijdens die periode ging niet goed met mij. Ik was echt wel goed depri. En dat was ook de tijd dat ik wel wake and bakte. Wat ik mensen echt afraad, die druk zijn ook. Want ik bleef dus wel heel druk. Ik had heel veel succes. Iedereen zei tegen mij van het gaat goed met je, maar eigenlijk voelde ik me echt slecht. Maar waar kwam dat vandaan dan? Waarom voelde je je slecht? Ja, ik nam geen tijd om dingen te verwerken. Eigenlijk overal waar ik wel mee zat, op die manier gebruikte ik dan zeg maar softdrugs wel op de verkeerde manier. Want eigenlijk alles wat op mijn pad kwam, vond ik een hobbel wat in de weg stond dan voor mijn succes. Mm-hmm. Ik vond het heel belangrijk dat busy gewoon goed bleef gaan. Dus ik nam geen tijd eigenlijk voor Leo. Voor mijn gezin. Ik was alleen maar bezig met geld en succes. Met busy eigenlijk. Gewoon het product wat ik had neergezet. Het monster eigenlijk wat ik had gecreëerd. Daarbij was ik gewoon heel weinig nuchter. En dat is echt het recept om gewoon een depressie te krijgen. Met gewoon dat je best wel vat op de realiteit eigenlijk verliest. En dat kan je eigenlijk in die serie best wel zien. Als ik er terug naar kijk ook vind ik het echt pijnlijk om te zien. Omdat ik zie gewoon dat het daar niet goed met me gaat en het is voor je omgeving heel moeilijk te zien. Mm-hmm. Omdat je rijdt wel in een auto van 2 ton. Alles gaat eigenlijk gewoon goed van wat jij op school leert dat je moet voor elkaar moet hebben, weet je wel. Ja. Maar de busy die we dus in die docu zien, is dat wel een realistisch beeld van hoe je toen was? Dat is wel een realistisch beeld van hoe ik toen was, ja. Want ik was fucked up. Het ging niet goed met mij. Maar waar komt het dan vandaan dat je zegt dus, ik was gewoon een soort van, ik had een monster gecreëerd, busy, ik was alleen maar aan het knallen. Waar komt dan bij jou die knaldrang vandaan? Waarom wilde je op dat moment zo graag? Ik ben altijd bang om skeer te worden weer. Ik heb schulden gehad, ik heb niks gehad, weet je wel. Dat mijn homies die langskwamen met een genakte, dat gestolen fucking magnetron maaltijd, dat mijn avondeten was, zeg maar. Ik ben gewoon bang. Op een of andere manier, als ik nu gewoon met mijn accountant praat, het is onmogelijk dat dat nog een keer gebeurt. Maar ik blijf er bang voor. En daar moet ik heel erg een soort van versnelling in vinden, die gewoon goed voor mij is. Maar als het te druk wordt en als ik gewoon te veel hooi op de vork neem, dan vergeet ik dat een beetje. En daarbij had ik daar in dat jaar mijn hondje. Klinkt misschien overdreven voor sommige mensen die geen huisdier hebben, maar voor mij was dat echt een groot verlies. Mijn opa was een heel groot verlies. Ik was niet heel erg tevreden met mezelf op dat moment. Ja, dat werkte allemaal mee en daar nam ik eigenlijk dan geen tijd voor. Want overal waar ik kwam vertelde iedereen me gewoon van, joh, het gaat fucking goed met je, weet je wel. En ook van die documakers die vinden het natuurlijk wel spannend dat het niet heel goed met je gaat. Dus je zit er een beetje een soort van trapped in een bubbel. Waarin je soort van de ene moment gelooft van, ja, Busy is de allerbeste. En de andere moment denk je van, ja, Leo bestaat bijna niet meer, weet je wel. Dus ik zou niet snel nog een keer een reality show doen. Een paar jaar geleden was je depressief. Hoe vond je dat en hoe heftig was je eraan toe?
Ja, nou ja, ik heb het in mensen, ik denk dat die documentaire op Videoland liet zien dat ik gewoon er gevoelig voor ben. Ik vond het fucked up, want ik denk niet dat heel veel mensen zeggen van nou, dat was lekker. Ik was even depressief, dat was fucking chill. Ja, ik vind het fucked up. Stond erbij wat ik ervan geleerd had? Of wat was de vraag van mij? Er stond, hoe voelt dat? En hoe heftig was je eraan toe? Oh, ja, hoe dat voelt. Het voelt gewoon gaar, man. De hele wereld is grijs. En het werkt al helemaal niet mee als je inderdaad ook bekend bent en zo. Want je gaat dus de straat op en dan word je overal herkend. En dan moet je brei doen, terwijl je bent depressief. Dus je gaat ook na een tijdje niet meer zoveel de straat op. Je wilt een soort van alleen zijn. Ja, het is super eenzaam. Het voelt niet goed. Maar heb je dat toenertijd gedeeld toen je op dat moment, of wisten mensen dat niet? Nou, mensen konden het wel zien, maar dat is het gevaarlijke van een depressie, is dat je zelf niet zo snel aan de bel trekt, dat je toch heel lang denkt van, ik kom er zelf wel uit of zo. En je wilt ook niet dat mensen zich zorgen gaan maken en dat soort shit. En ik bedoel, met mij velen, weet je. Het is ook een beetje een ding van creatieve, dat wij snel in onze eigen hersenen gaan, weet je wel. En daarbij heb ik ook een soort van, waarschijnlijk ADHD of ADD. Mm-hmm. Dus ik zit gewoon veel in mijn eigen hoofd en ik voel me ook vaak onbegrepen of alleen. En ja, dat is gewoon gevaarlijk. Dus het is niet iets chills. En ik gun het niemand. Nee. En ik ben blij dat het voor mij nu in ieder geval weer over is en ik leer er steeds beter mee omgaan. Dus ja, ik hoop nu dat het de laatste keer is geweest. Ja. Heeft het toen een tijdje jouw relatie erg beïnvloed? Tuurlijk, het beïnvloedt alles. Het beïnvloedt de relatie met je vrouw, het beïnvloedt de relatie met je vrienden, het beïnvloedt de relatie met je collega's, het beïnvloedt de relatie met jezelf. Ja. Je wordt er gewoon niet een leuke mens van en het stomme is dat je vindt jezelf niet meer chill. En daarbij ben je heel erg bewust van eigenlijk de donkere wolk die je soort van met je meedraagt, waardoor je nog chagrijniger wordt. Omdat je dat dan dus elke keer bent en je hebt ook wel een beetje door, weet je. Ik was op het punt dat ik mensen niet eens meer gedacht zei, omdat ik dacht van ja, ze vinden het toch niet leuk dat ik er nu ben. Nee. En hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd? Voor je of? Yellow Claw duurde echt wel een jaar, denk ik wel. Yeah. En ja, de laatste ook wel lang hoor. Ook wel echt wel een jaar dat ik er het begin niet dat je wakker wordt en gelijk denkt van fuck my life, snap je? Dus nee. Het gaat erin, je gaat steeds dieper. Ja. Maar het gaat wel over een tijdsbestek van een jaar of zo. En je bent eruit gekomen alleen of met hulp? Of ik ben eruit gekomen gewoon met, weet je, als artiest heb je sowieso coaches en shit. Mm-hmm. Dus daar krijg je hulp bij. Ik heb gewoon... Net als veel mensen in deze scene, check ik af en toe gewoon een psycholoog? Ja, psycholoog, ja. Daar chill ik gewoon mee, daar kan ik gewoon goed mee praten. En dan raak ik een beetje alle soort van ideeën die ik heb kwijt. En daarnaast heb ik gewoon een hele, hele sterke vrouw, die me gewoon daarbij helpt. En nu gewoon lieve mensen om me heen, die me daar ook mee helpen. Het is gewoon denk ik voor iedereen, wat ik mee kan geven is dat... Het handig is om erover te praten, weet je, want ik ben gewoon iemand, ik vind het heel chill om mensen te helpen. Yeah. Maar ik vind het heel moeilijk om zelf om hulp te vragen, zeg maar, als het om dat soort shit gaat. Dus dan ga ik gewoon heel veel mensen helpen en stort ik me in mijn werk en dan gaat het allemaal vet goed. Weet je, en je zet een masker op, totdat het gewoon te veel wordt. En dan, trek je aan de bel en dan blijkt ineens dat al die mensen die je wantrouwden of die je dacht dat je niet lief vonden, er nog steeds voor je zijn en je helpen. Ja. Dat is wel heel fijn. Mooi. Ja, dan? Ja, doe maar. Beautiful. Ik denk dat... nee, dit is de laatste voor jou. Ja, dat is het zien, jongen. Ben je bang om ouder te worden? Denk, ik ben nu nog zo jong dat ik denk, ja, nee, ik ben nu nog niet heel bang. Ik wil juist nu altijd dat ik denk, ik wil wel op zich wel 25 of dat weet je wel zo zijn. Dus ik ben daar nu nog niet heel erg mee bezig. Ja, een tijdje wordt het weer andersom. Precies. Heb jij het wel? Ben jij bang om ouder te worden? Nee, ik ben niet bang om ouder te worden. Weet je, iedereen heeft zijn momenten dat je een soort van banger wordt of zo. Maar wat ik wel eng vind is als je echt, echt oud bent, toch? Dus echt dat je met een rollator de steeds op moet. Nou ja, gewoon echt 80. Ja, precies. Fucking gerimpeld en shit. Dat lijkt me wel moeilijk. Maar ik heb ook wel het gevoel van... Weet je toch, het is net als bijvoorbeeld toen ik vader werd. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar toen het er was, wist ik in één keer wat ik moest doen. Het gaat een soort van natuurlijk. Nou ja, ouder worden is ook gewoon een natural process. Dus ik geloof wel dat als we gewoon straks 80 zijn, dat we ook wel weten hoe we ermee moeten dealen.
Dus over 10 jaar, waar sta je dan, denk je? Waar wil je staan? Ik denk dan dat ik sta op een surfplank in Bali, samen met mijn zoontje. Die kan dan ook surfen. En dan gaan we elke ochtend gaan we de first line gewoon pakken. Dan sta ik om 6:00 op en dan zie ik de zon opgaan in Bali. En dan kijken we samen naar de vulkaan, die kan je dan vanuit het water zien. Yeah. Want mijn zoontje, ik lees hem altijd een boekje voor toen wij in Bali waren. Want dan leg je een beetje door middel van verhaaltjes uit van waar zijn we. En we hadden dus een Ikke in Bali, heet het boekje. Yeah. En dan gaat het dus ook over de vulkaan, maar die heeft hij nog niet gezien. Want die vulkaan die kan je niet in Canggu zien als je niet in de zee bent. Ah. Dus zeg ik van, als papa gaat surfen, dan ziet hij de vulkaan. Dus elke keer dan zegt hij van, ik wil ook de vulkaan zien. Dan zeg ik van, nou, als je straks iets ouder bent, dan kan je ook surfen. Dus over 10 jaar kijk ik samen met mijn zoon vanuit het water naar de vulkaan. Vet. Ja. Vet. Bedankt, man. Ik denk dat we hem hebben. Ja, toch? Ik wil je heel erg bedanken. Ja, we gaan dit doen. Thanks, dankjewel. Ja, lobby, man. Top. Was leuk.